staan hier bij het Katapulse Viaduct in Arnhem. Heel groot viaduct, gebouwd in 1925. Met betonnen elementen, afgewerkt met spuitbeton. Hij wordt nu voor de derde keer onderhouden. Het was hard nodig. We zagen heel veel betonrot, krakkelee, ook heel veel uitbloei. 3 jaar geleden is hier al door ons onderzoek uitgevoerd. We hebben alle schade in kaart gebracht. In 3 weken tijd dienen wij deze complete brug gerestaureerd te hebben. Een hele grote klus waar heel veel bij kunt kijken. De weg is afgesloten, er moet een bus worden omgeleid, de ambulanceroute wordt vervangen. Er staat hier een complete omleiding. We staan hier met groot materieel en met een omvang van vakmensen. En we gaan jullie meenemen om te laten zien hoe we dit gaan aanpakken. We zijn hier dus betonreparaties aan het doen. Hier achter zitten ijzers of gewoon betonrot, dat de losse stukken naar voren komen en losvallen. Hier hebben we de hele rand van gerepareerd, zeg maar. Gewoon alle brokstukken, alle gekke haarscheurtjes dichtstoppen. In 1993 is er door de kunstmanifestatie een schildering aangebracht in de wachtershuisjes aan het viaduct. Er zijn van allerlei foto's of gebouwen te zien. Deze heb ik net gerepareerd, dan schraap ik hem eventjes ietsjes af en dan haal ik de sponge over. Daarna kleuren we hem bij. Hiervoor hebben we dus alles uitgehakken. We hebben het helemaal gestoomd met de stoomcleaner en daarna gerepareerd. En met een keimverfje die het vieze vlekje zoals dit een beetje weg aan het werken. Dus dan is die weer helemaal tip-top in orde. Na deze intensieve 3 weken is de volledige brug weer technisch onderhouden. Wij zijn heel trots op het resultaat. Monumenten herleven.